Bij de markt woont Emmanuel. Hij weet net als Ten Kate religie en wetenschap bij elkaar te brengen. Hey Emmanuel. Hey Herman. Hallo. Hi. Hoi. Zullen wij de buurt eens even verkennen? Lijkt me goed. Dat is jouw buurt, hè? Het is mijn buurt, ja, klopt. Amsterdam-West. Amsterdam-West, nou. Oud-West. Nou, en daar heb je dan de Ten Kate-markt, hè? De Ten Kate-markt, inderdaad. Jij wist natuurlijk gelijk toen jij hier kwam wonen wie Ten Kate was, of ik niet? Moet je bekennen, nee. Nee? Nee, dat wist ik niet gelijk. Echt? Nee. Want jij geeft filosofie op de Vrije Universiteit. Klopt. Ik ben verbonden aan het Abraham Kuyper Center voor wetenschap en religie. Ja. En ik doe daar onderzoek. Dus jij hebt ontdekt dat conflict wat heel veel mensen zien tussen geloof en wetenschap, dat er misschien eigenlijk wel niet is. Ja, ik denk eigenlijk dat de gedachte dat er zo'n conflict zou zijn, ja, eigenlijk een moderne mythe is. Ja. Zeg maar de schepping versus evolutie. Zeker die zeggen de evolutietheorie, dat is gewoon hoe het is. Die vinden dat hele scheppingsverhaal volstrekt onzin. Ja, de gedachte zou zijn, het is zeg maar God of Darwin. Ja. Je moet kiezen. Ja. Ja. Niet het geval. Je hoeft niet te kiezen. Je hoeft niet te kiezen tussen God of Darwin. Jij zegt je kan God en Darwin. Je kunt op zodanige wijze geloven in God of in de schepping, dat er geen enkele spanning is, geen botsing is tussen de evolutietheorie, ja, en de gedachte dat God bestaat en dat God de wereld heeft voortgebracht of veroorzaakt of geschapen. Die twee denkbeelden, ja, die kunnen eigenlijk heel goed samengaan. Dus jij zegt Darwin en God kunnen samengaan. Ja. Wat is dan de sleutel daarvoor? Het zou zo kunnen zijn dat God de hele wereld geschapen heeft en daarmee het hele proces van evolutie in gang gezet heeft. Dus God wordt hier gezien als de oorsprong van de wereld als zodanig. Ja. De schepper van de hele kosmos. En is daarmee degene die eigenlijk de hele evolutionaire ontwikkeling op gang brengt. Ja. Dus dan heb je eigenlijk al dan heb je eigenlijk al geen conflict meer. Nee, maar ik moet zeggen dat het me heel erg integreert wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik ook, oké, en nou even uit je hoofd, even de wetenschappelijke knop uitzetten. Oké. Jij bent christen geworden. Dat is ook iets van hier, zeg maar. Wat betekent God dan voor jou? God houdt mij in zijn hand. Ja? God, op een of andere manier, hoe dan ook, houdt God mij in zijn hand. Dat betekent niet dat... Voel je dat? Nou ja, dat betekent niet dat mij niks zal overkomen. Helemaal niet. Ik ben helemaal niet daarmee veilig en verschoond van allerlei lijden. Maar de diepe besef of gevoel dat uiteindelijk het goed is en goed zal komen. Als er geen zin is, geen uiteindelijke betekenis, als er geen doel in de wereld ligt, ja, het enige wat je dan overhoudt is het gezellig en fijn en leuk hebben. Ja. En als dat dan wegvalt, ja, dan zit je eigenlijk gelijk onthand. Dat is nu minder zo. En jouw antwoord op de vraag bestaat God is? Het is ja, mijn antwoord is ja, maar ook als filosoof zeg ik, de gedachte dat God bestaat is ook vanuit de filosofie een van de meest redelijke posities waar je absoluut niet voor hoeft te schamen. Laat staan dat je de intellectueel zelfmoord voor zou moeten plegen. Onzin, echt onzin. Morgen gaat Mirjam op pad met de ex-dakloze Youssef. En hoe lang heb je hier geslapen? Hier ongeveer 20.